Dames en heren, mij is gevraagd of ik wellicht nog een boodschap voor u allen heb over het thema van dit kerstconcert Hoop. In het christendom is hoop een van de christelijke deugden naast geloof en liefde. Mijn ervaring is met het woord hoop, maar dat geldt ook voor de woorden liefde en geloof, dat op dit gebied niets vanzelf gaat. Hoop is de onzekere verwachting. Dat een bepaalde gebeurtenis eens zal plaatsvinden. Ik vind dat persoonlijke inspanningen absoluut geboden zijn om hoop op een gewenste gebeurtenis eens werkelijkheid te laten worden. Ik geef u een paar voorbeelden uit mijn eigen leven. Toen wij trouwden, waren vele mensen de mening toegedaan dat ons huwelijk gedoemd was om te mislukken. Bijna 22 jaar gestrijd. Voor echte onafhankelijke onderzoeken in ons land om de waarheid te kunnen achterhalen, werd door velen tegen mij gezegd dat ik iets nuttigs moest gaan doen in de maatschappij, want ik maakte het leven nu voor mijzelf en voor vele anderen onmogelijk. Kortom, de waarheid is niet zo geliefd. Toen ik het Fonds Slachtofferhulp had opgericht om deze hulpverlening financieel te kunnen ondersteunen, kreeg het fonds geen cent, omdat slachtofferhulp toen door velen werd gezien als een politieke gril. Ruim tien jaar waren de concerten met mijn gevleugelde vrienden voor dit fonds dan ook de enige bron van inkomsten. U denkt nu, wat heeft het nu allemaal met hoop te maken? Wel, natuurlijk hoopte ik dat deze voorspellingen en adviezen nooit zouden uitkomen. Mijn boodschap is dan ook aan u allen: geef de moed nooit op en ga ervoor. 53 jaar zijn we nu gelukkig getrouwd. De onderzoeksraad voor veiligheid en zijn onafhankelijke onderzoeken zijn een begrip in ons land geworden. En dat laatste geldt gelukkig ook voor de slachtofferhulp. Kortom, voor hoop moet je de moed nooit opgegeven. Ik wens u alle gezegende dagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.